Jarenlang kwam het scootje zielen bij tol voor Friesen zaten we een keer mee binnen. Via de radio van Oudwetterdiener Klaas Jansma en Sippy Tichelaar verslag van het scootjesfilm en alles wat ermee te maken heeft. En het schip doet het geweldig mooi. Hij vlucht naar een eerste plak daar. Dan een waar leidt aan het tweede. Sippy, ik weet dat misschien. Ja, dat is net zo makkelijk om dat nou te sissen. Omdat ze ermee ophouden, wie dat voor de Centrale Commissie Scootjesfilm reden om het duo Justejoen te onderscheiden met een spjaaltje. Beide zijn nu lid van Fitsjeerste. Sippy en Klaas namen in heel eigen stijl afscheid. Een goede schipper ziet altijd vooruit. En dus in die sportroog bij vernieuwing, bij nieuwe mensen, nieuwe krachten, nieuw elan. En dat is het machtige van scootjesfilm. En daarom is het goed dat de oude stakkers, zoals wij Sippy, op het eerste staat van de kant op. Bedankt. Het is hier een grote familie en als je één keer net met tussen zit, ja, dan steer je de boeten. Dus dat zie ik wel een beetje missen. Maar Klaas, jongens, maar zonder scootjesielen, dat bezit het, hè? Nee, dat kan ik me net indenken. Dat is zo'n deel van mij worden. Dus die scootjes, die schepen, die meesken, dat alles. Daar word ik eigenlijk net zonder.